En ik ben nu lekker aan het broodje gemaakt. En want het is nu al. Ik dacht, doe even maar een knotje in. Zo. Maar ik heb net even lekker. Ik ga nou klaarmaken om lekker richting groep te gaan. En mijn waszitter, die moet zo meteen over 16 minuten uithalen. Super tof dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Van der Pas, zoals iedereen weet. Ik ben net wakker en lekker gedoucht en aangekleed en wel. Maar ik ga even lekker een bakje koffie zetten. Ga je eten geven wat ik elke dag doe. En dan even kijken hoe er weer buiten is. Dat ga ik ook elke dag checken. Want ik ben wel benieuwd hoe dat het weer is. Want het moet wel lekker weer zijn. Want dat is het lekkerste wat er is. Vind ik. Ik weet niet wat jullie vinden. Hebben jullie juist zon, zomer, winter of herfst? Laat even weten in de reactie. Ik heb in ieder geval zomer. Maar ja, laten we weten wat jullie hebben. En kan je wel eten. Dus helemaal alert te doen. Hè? Zo, als je ziet kijken hoe die kijkt. Eten. Zo. Niet normaal. Maar ja, even koffie zetten. Zoals ik al zei. Even een pakje pleur. Voor goeie humeur. Voor geen gezeur. Dat zeg ik altijd maar. Wat ik ook wil doen is. Een briefje van de kant zetten. Even opruimen. Altijd leuk. Als je vergeet om die dingen iets op te ruimen. Zo. Hoppakee. Koffiepads. En het is alweer woensdag alweer voor mij. Dagen hard. Nog 2 dagen en dan is het alweer weekend. We vragen me af, is het dan weer voetbal in de weekend? En als Feyenoord moet voetballen, tegen wie moet Feyenoord voetballen? Vraag me nou af. Ga ik even kijken. Dus de tijd. Rol gewoon lekker open. Ga ik weer een vijf uitvliegen, want het wordt echt snel naast het snel licht. Al loop ik al nu naar buiten, is het al echt kapot. Snel licht. Al bijna weer afgelopen, joh. Ze moeten nog 7 wedstrijden. Oh, Pek Zwolle. Gaat 2 keer uit. De laatste rijd is 5 mei. Tegen FC Twente. In ieder geval. En dan is de laatste rijd van de competitie. En ik had eigenlijk met Teun Peters en Vincent had ik afgesproken om naar Feyenoord te gaan. Maar ik denk dat het nu te vroeg is. Maar ja, ik ga eens even ballen op connecten. En dan misschien zeggen we van volgend seizoen. Volgende seizoen. Zo, koffiecreamer. En lekker suiker. Ja. Gaat tijd hard, bijna weekend alweer. Heerlijk om dat weekend te hebben. Maar ja, lekker bak koffie gezet. Rolgordijn lekker open gedaan. En lekker bak koffie genieten. Dus daar gaan we ook voor genieten. Ik ben een tijdje thuis, maar even lekker een knotje gedaan. En ik heb alles aangezet. Op en wel, zoals Sims. Want ik had het aan jullie beloofd natuurlijk dat ik dat zou spelen. Dus dat ga ik even lekker opnemen. Hoe ik mijn huis ga bouwen. Maar als jullie ga ik succeseren, ga ik het lekker nu laten zien. Hoe ik Sims speel. Hoe mijn huis eruit ziet trouwens. En ja, ik ga het hier alles voor mij, hoe het hier is, naspelen. Wat ik nu ga doen is eigenlijk mijn huis bouwen. Zo, dat is allemaal geregeld. Even dat veranderd. Maar wat ik al zei, ik ga lekker beginnen met bouwen. Ik kan niet letterlijk helemaal goed neerzetten hoe ik wil. Maar dat gaat wel goed komen in ieder geval. Wat ik wel kan zeggen is. Oh nee, die moet ik niet hebben. Ik heb een verkeerde kopje. Deze moest ik hebben. Ja, wel bouwen.
lekker muziekje tussendoor. Maar ja, zoals jullie weten, ik heb een hier nog een hele rechte muur. Zo. Maar ik ga even alleen even iets verlopen. Ik zit nou eens te bedenken, ik kan even beter aan de kant beginnen. Want hier begint het. Doen we eerst dit. Oké, en dan gaan we even bed neerzetten voor hem. Ik weet toevallig, hij heeft 2-persoonsbed. Heeft hij daar staan? Ik weet sommige mensen gewoon de indeling hoe dit allemaal zit. Vandaar. Heeft hij een kast? Even kijken wat voor kast. Ik heb een grote kast. Deze kast eigenlijk. Dan heeft hij 2 keer. Doe ik wel zo op deze manier. En dan is dit de muur. Dat dit zijn woning is. Dit is zijn woning, letterlijk en figuurlijk. Ja, dit is klein. Dat weet ik. Wacht. Wat ik eerst kan doen is... ook daarmee beginnen. Want daar zit ook bij begeleiding een kast. Spullen. En zo mooi ook 2. En printer. Kijk, de printer. Oké, dat maakt niet uit. Dus dan moet ik even maar laten liggen. Wat ik dan kan doen. Dat moet daar dan voor mijn gevoel printen voorstellen. En dan is het zo. Dan de muur. Nee, wacht even. En dan het bureau. Computer.
Zo. Zo. En dan weet ik toevallig, het is heel raar wat ik nu ga doen, maar even kijken of ik die heb. Bankje. Weet je, ik zet wel zo eentje. Het is niet zo'n bankje, maar het staat ongeveer echt een bankje. Nu weet je dat ook. Volgens mij. Nou kan die dicht. Dit is dan een kantoortje van de groep. Nou, dan weten jullie hoe de groep uitziet. Dan hebben we hier zo'n halletje. Ik weet niet hoe lang die is, maar... maakt niet uit. En dan de kamer van Manon. Dat weet ik niet meer, wat daar stond. Nou, doen we gewoon ook weer even een lampolletje hier zo. Hoppakee. Op zijn bed eentje. En een kantoor eentje. Op kantoor heb ik andere lamp. Dat weet ik toevallig. Dat er geen plafond zit. Oké, even denken. Oh ja, wacht. Ik ben nog wat vergeten bij Wouter. Dat is een kamertje. En dat is... een raam. Want ik weet... het is moeilijk om uit te zoeken. Ik doe wat deze. Eigenlijk een soort van klapdeur. Klapraam. Ik zit al te kijken wat voor een park lijkt. Thank you.
hij op bij de hele groep. En dan... Weer een muur. En wat voor vloer die heeft, geen flauw idee. Elke groep beneden staan. En bij Wouter weet ik die ook niet. Volg mij. Moet ik even over nadenken. Een kantoortje. Deze. Want ik zit even te kijken hoe de indeling. Even kijken hoor. Daarnaast zit de keuloop. Dat weet ik toevallig. Ja. Thank you.
beetje met ze.
Ramek zich om heeft. Ja, zo denk ik. Zo, wat een gedoe, man. Ah. Ja, die, zo ziet er dus een groep uit, man. Ik zit er helemaal geconcentreerd, zit ik helemaal achter. Dus. En ik weet toevallig dat deze gesloopt worden. Pardon. Ik weet dat dit ook een kleine ruimte is. Zo. Eigenlijk. Zo, en dan trap, die gaat hier naar boven. Eigenlijk draait er ook maar de kant. Kijk hoor. En dan zit daar. Nou, dan weten jullie ongeveer hoe mijn groep eruit ziet. Maar dit is dan één kant. De kant van het gemeentehuis is dit trouwens. En ik zit dan hier precies hierboven dan. In principe zit hier nog ook allemaal verdiepingen naar beneden. Maar dat kan niet worden gebouwd. Want het kan maar 5 hoog, dacht ik. Maar ja, het is in ieder geval een beetje aan het afwachten worden. Maar het is wel leuk om te doen.
Maar ik ga achter de schermen misschien wel een beetje verder. Dus dan ga ik vertellen wat ik dan heb gedaan. Dus ik hoop dat jullie er in ieder geval van genoten hebben. Dus let's go naar de vlog. En ik ben nu lekker aan het broodje gemaakt. En want het is nu al 2 uur geweest. En nu ga ik lekker eten achter YouTube zijnde. Zodat even te kijken, nieuws te volgen over de over situatie in Oekraïne. Vind ik heel interessant om te volgen. En die volg ik af en toe. Dus ik kijk heel filmpjes eigenlijk op YouTube zelf. Maar ja, nu maar even lekker eten. Dus laten we dat in ieder geval doen. Broodje met kaas en broodje met pindakaas. Ik dacht dus 6 of 4 broodjes totaal. Dan gaan we lekker hiervan smullen. En ik hoop dat jullie het leuk vonden dat ik Sims zat te spelen. Hoe je ongeveer ziet hoe hier alles in elkaar zit. In ieder geval. Ik dacht, doe even maar een knotje in. Zo. Maar ik heb net even lekker eventjes geleerd. En Ganya, wat is jij te mouwen? Kom eens hier. Kom eens hier. Kom eens hier. Kom eens even bij je baasje. Kom eens even bij je baasje. Wat is ze? Wat is ze? Oh, jongetje toch. Nee, ik krijg er nog geen eten. Nee, ik krijg nog niet. Nee, nog niet. Die wil nu al eten. Terwijl dat nu pas over een kwartiertje 4 uur is. Wauw. Nee, nog niet. Dus dan heb ik eigenlijk letterlijk 3 kwartier geleerd. Trouwens, bijna. Maar ja, ik dacht, ja, dit was het kort stukje. Doe het per hoofdstuk, heb ik. Want je hebt heel veel categorieën ervan. Mensen die theorieën hebben of gaan leren met vooruiten, die weten wat ik bedoel. Maar ik kan niet uitleggen, omdat ik juist dan heel veel dingen verklap. Dus vandaar. Dat wil ik niet doen namelijk. Maar ja, ik ga nu even lekker dingen op YouTube kijken. Langzaam klaarmaken om naar boven op te gaan. Want dat moet ik ook nog. Want ik ga daar eten. Ik ben wel benieuwd wat ik dan ga eten. En ik zit zelf te denken. Ik zeg gewoon eerlijk, ik kom al een beetje het geld tekort. Dus wat kan ik 2 dingen doen. Of knakworstjes met macaroni eten vanmorgen. Of met de groep mee eten. Dan kost het maar nog 2,50. Allebei. Dus geen geld. Ik ga nog over nadenken wat ik ga doen. In ieder geval, ik ga kijken gelijk erbij wie er morgen staat. Kan ik zo kijken, want ik had dacht dat ik een lijstje had, maar die zit denk ik in mijn andere broekzak. Ik had een lijstje toevallig. Maar die zit denk ik in mijn broekzak van een andere broek. Maar dan moet ik even kijken. Als ik die kan vinden. Ja, ik beweeg, dat weet ik. Ik beweeg te veel. Hier heb ik het niet, daar heb ik het niet. Ik denk dat ik ben verloren. Maar ja. Jammer. Ik ga vragen het even nieuwe anders. En jij gaat ook zo'n thee eten krijgen, jongen. Even geduld. Maar ja, lekker broodje op. Nu wel even lekker relaxen en even bijkomen van het leren. Stoel wordt snel vies. Ja jongen, door het eten en zo, hè? Wordt het alles weer vies hier zo. Maar ja, jij wil ook eten zo meteen jongen. Even wachten. Maar ja, wat ik al zei, ik ga even lekker achter YouTube relaxen. Ik ga nou klaarmaken om lekker richting groep te gaan en mijn waszitter, die moet ik zo meteen over 16 minuten uithalen, dus als ik klaar met eten ben, is die klaar hopelijk. Maar wat ik ook al ga doen is, ik heb een spel gedownload, hoe dat hij doet. En dat is Call of Duty. Daar heb ik vroeger met mijn broertje toen wel eens gespeeld. Maar ik ga kijken of die het keer kan doen, die misschien kan dat ik die keer ga spelen. Maar dat lijkt me ook super leuk. En ik zag, en dan gaan we verder kijken wat er nog meer leuks om te spelen is. Maar ja, dan ga ik binnenkort ga ik even kijken wat voor leuk spel. Maar nogmaals, nu lekker richting groep toe om te eten. En ik tel tot 3.
en ben ik weer terug. En luid zeg ik wat ik gegeten heb. 1, 2, 3. Hier lijkt net lekker hutspot zitten eten, maar ik heb ineens weer trek. En ik neem gelijk deze fles mee, want die gaat bij de flessen waar alle flessen horen. Maar ik heb nog weer trek en ik weet toevallig, ik dacht, daar kan ik er ook gebruik van maken om iets op te maken en dat is kwark. Want ik heb nog magere kwark nog in mijn koelkast staan. En die moet erop, want die is van, even kan ik gelijk kijken, 22e. Nou, dat moet sowieso op. En dan heb ik hier de hutspot. Alleen, ja, dit wordt alleen eigenlijk hutspot. Maar even een schaaltje pakken. Dan heb ik hier een schaaltje. Kan ik daar kwark in doen. En dan de rest kan ik daar binnenkort weer in het bakje doen. Want ik heb ook nog wat bij dan. Dat is deze. Oh, ik heb nog eentje over. Oké, die kan ook gelijk opmaken. Dus dan is die niet op. Oké. Dus deze maak ik open. Kan ik lekker hiervan genieten. Zo. Die gaat dicht. Ik weet niet of ik dit denk zo herkenbaar. Want dan is dat als er nog wat in zit, dan ga je altijd uitlikken. Maar ja, wat ik dan ga doen is deze muesli. Oh. Dat vind ik al echt ongelooflijk lekker. En ik zat een keer te denken om een keer van die fruitsoort van te halen. Dus is echt gezond. Volgens mij wel. Maar ja, het zal wel. Ik kom weer terug. Dan ga ik dit allemaal lekker rustelen. Dat is mijn brood. Oh. Oh, jammer joh. Nee, je krijgt niks. Ganje wil ook gelijk wat. Echt typisch Ganje. Maar ja, ik ga het in ieder geval hier ook afsmullen. Ik had ook nog yoghurt, maar die is voor mij over de datum. Ik heb hier zo vaak. Laat ik gewoon in ieder geval iets gaan eten. Maar denk ik, ik kan nog wel even een paar dagen nog even koel staan. En dan vergeet ik hem om de gelijk weer gewoon op te maken. Maar dat ga ik niet bij deze kwark doen, want die maak ik sowieso, denk ik, even morgen op of morgenmiddag. Eén van die twee, dus toen komt het helemaal goed. Hey Danja? Ja. Ja. Ben je er mee? Oh, wat ben jij zielig. Hè? Wat ben jij zielig? Wat ben jij zielig? Hè? Ik krijg er niks en ik er wel. Oh, jongetje toch. Maar ik ga lekker YouTube bij kijken hiermee. Dus laten we dat in ieder geval lekker doen. Zet ik deze toetsenbord even naar voren neer. Dan kan ik hier mijn kwark neerzetten. En kijk deze katloeren. Kijk die katloeren. Waag het. Mag niet, hè? Je wil, oh jongetje toch, oh Rosie, zielig ben je. Maar ik ga even lekker deze kwark genieten en lekker YouTube bij kijken. Dus laten we dat even lekker doen. Het toetje heb ik op en ik ga nu klaarmaken om lekker naar bed toe te gaan, om lekker te slapen. Dus ik ga lekker je vlog bij afsluiten en lekker alles uitdoen. Dus ik ga hier lekker bij afsluiten en ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. Always Sims. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe dan sowieso even een blij duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou het tof zijn als je me beneden abonneert. En dan zeg ik alvast veel kijkers in een nieuwe vlog om 1 uur. En dan zeg ik hierbij laters. Klaar met editen. En wat ik ook heb gedaan is lekker. Nu lekker onderweg naar de. Ik zit ineens te denken, maar dat ga ik zo meteen doen. Wel relaxed achter de computer YouTube te kijken, maar er is ook eentje die ik wil eten natuurlijk. En dat ben jij!